naar deze nieuwe video. Vandaag ga ik allemaal hele aparte, beetje rare make-up testen. Alle make-up is van Essence en Catrice. Ik zat laatst al een paar weken geleden al op de Kruidvat website, omdat ik een aantal dingen moest hebben. En het viel me op dat vooral Essence en Catrice heel veel aparte make-upjes hebben. Gewoon van die rare dingen die niet echt per se normaal zijn in de make-up. En omdat het er best wel veel rare, dacht ik bij mezelf, ik ga gewoon al die rare make-up bestellen en er een video van maken. Als je zoiets raars ziet, weet je toch niet zeker of je het echt wilt hebben. Want ja, gaat het wel echt goed zijn? Is het gewoon misschien een grap? Is het gewoon helemaal niet handig? Of is het misschien weer wel heel handig en heel makkelijk en super mooi? Dus ja, ik ga het gewoon vandaag testen en zien of het allemaal gewoon geen grote grap is. Of juist wel, I don't know. Ik ga het gewoon allemaal op mijn gezicht doen. En we zien wel. Het is ook allemaal natuurlijk super, super betaalbaar. Want het is Essence en Catrice. Dus ja, ik ga het gewoon proberen. Dus vind je deze video nu al leuk? Vergeet dan vooral niet te liken en te abonneren op mijn kanaal. En dan gaan we weer snel verder. Oké, wat ik al op mijn gezicht heb aangebracht is foundation, concealer en een beetje poeder hier onder mijn oog. Want daar was niks raars voor. Dus we gaan gewoon gelijk beginnen met, we gaan contouren. Ik heb van Catrice iets aparts om mee te contouren. Ik heb de Catrice Tantouring Face Gel Self Tanning. Ik zag dit en ik dacht echt, what the f. Het is dus een contour gel ofzo, maar het heet Tantouring. Want het is ook een self tanning, dus een zelfbruiner. Dus het is een contour gel en het gaat er ook voor zorgen dat je huid gewoon bruiner wordt of zo. I don't know. Ik heb ook een uitleg opgezocht online, maar het is allemaal best wel vaag. Maar ja, ik ga het gewoon proberen. Het is wel limited edition, dus het gaat weg. Hierbij had ik ook een Catrice Tantouring Stencil. En dit is dus een stencil die het hopelijk makkelijker maakt om te contouren. Ik weet dat niet iedereen contouren heel makkelijk vindt. Het is af en toe toch nog een beetje moeilijk. Maar ja, misschien dat dit het dan makkelijker maakt. Op het stencil staan ook vier gezichtsvormen en daarbij de uitleg hoe je per gezichtsvorm het beste kunt contouren. Op zich vind ik dit wel handig, want iedereen heeft een andere gezichtsvorm. Dus ja, iedereen moet ook een beetje anders contouren. Mijn gezichtsvorm is denk ik deze. Die heet Diamond. Ik ga even deze een beetje op mijn hand doen. Oh mijn god, het is gewoon echt een beetje bruinig zwart. En dit moet ik op mijn gezicht gaan doen. Ik vind dit echt zo raar. Ik ga het gewoon even over mijn hele hand doen. Het ruikt wel super lekker. Nou, is mijn hand bruiner? Volgens mij ben ik gewoon nog lekker licht. Oké, dan is hier de stencil. Ik weet niet precies hoe je dan dit moet doen. Ik denk zo gewoon houden of zo. Nou, ik ga het gewoon aanbrengen met mijn beauty blender. Oké, wat ik ga doen is gewoon een beetje aanbrengen op de beauty blender. Oké. En dan gewoon aanbrengen. Dit is echt zo raar. Ik ga ook altijd zo een beetje omhoog met mijn contour. Nou, dat stencil zorgt er wel voor dat je echt een super scherpe lijn krijgt. Nou, en dan mijn voorhoofd. Ik weet echt niet hoe ik dit moet gebruiken, maar ik ga het gewoon zo doen. I don't know. Eigenlijk hoef je hier niet eens een stencil te gebruiken, volgens mij. Ik zie nog niet echt veel, maar ik wil niet te veel gebruiken. Want ik heb het gevoel, omdat het dus een zelfbruiner is, dat hij misschien nog bruin wordt en dat ik gewoon even moet wachten ofzo. Nou mensen, ik heb het dus aangebracht overal waar ik normaal zou contouren. Ik zie nog niks, dus ja, ik denk dat hij nog moet gaan werken. Dus we gaan gewoon even snel eerst verder. Oké, dan ga ik even verder met de ogen. Ik heb niet per se iets raars qua oogschaduw, maar ik heb wel een aparte oogschaduwstick. Ik heb de Catrice Cosmetics Dewy Eye Gloss Pen Wet & Glow. Nou, dit is dus zo'n doorzichtig potloodje. Je kunt hem ook niet zien als ik hem op mijn hand aanbreng. Een tijd geleden was het echt helemaal in om zo'n oogschaduw look te hebben die zo nat leek. Zo'n wet look. En om dat makkelijker te maken heeft dus Catrice deze Dewy Gloss Pen gemaakt. Ik ben benieuwd of dit echt voor die look zorgt. Voor mijn oogschaduw ga ik het BH Cosmetics Festival paletje gebruiken. Met al deze super super mooie kleurtjes. Ik ga gewoon even twee kleurtjes opdoen omdat ik gewoon wil zien of dit echt werkt. En ik niet per se een hele uitgebreide look wil maken ofzo. Ik pak eerst even deze lichte peachy kleur. Die heet Candy. En die doe ik als transitiekleur in mijn hele Acabo. Dan pak ik deze beetje meer bruine oranje kleur. Die heet Escape. En die doe ik ook weer in mijn Acabo. En ook over mijn hele ooglid. Nou, ik heb de look gewoon even heel makkelijk gehouden. Nou ga ik gewoon deze glossy pen er overheen aanbrengen.
gewoon over een hele ooglid. Hij haalt de oogschaduw er wel echt af. Je kunt het ook zien. Er zit nou oranje op de pen. Ik ga ook een beetje in mijn crease. Ja, je krijgt echt die glossy effect. Hij doet echt wat hij zegt. Ja, het enige wat ik echt minder vind, is dat hij de oogschaduw er een beetje afhaalt. Wat ik bij het andere oog ga doen, is er gewoon met een kwastje op gaan. En dan met de kwast op mijn oog. Misschien dat de oogschaduw er dan niet afgaat. Oké, nee, met de kwast haalt hij er ook gewoon oogschaduw van af. Volgens mij zelfs nog meer. Dus ik ga hier ook gewoon zo direct met de pen eroverheen. Ook weer een beetje in mijn crease. En je kunt hem van onderen draaien omhoog. Dat is ook wel fijn. Ja, je krijgt echt die glossy oogleden. Echt, deze look was toen echt zo in. Echt, iedereen deed dit gewoon. Iedereen had van deze natte oogleden. Ondertussen de contour. Ik zie niet echt veel verschillen. Ik ga gewoon meer aanbrengen. Ik heb scheid. Ik heb scheid aan de overheid. Ik breng even nog meer aan. Het voelt ook echt heel plakkerig. Ik vind dat gevoel niet echt prettig of zo. Het blendt ook niet mooi in de huid. Je kunt ook echt hier zo die strepen zien gewoon. Nee, mensen, ik denk niet dat dit hem gaat worden. Oké, we zijn nog niet klaar met de ogen, want ik heb ook een aparte eyeliner. Ik heb de Essence de Cushion Eyeliner. En dit is in de kleur 01 Black. Nou, het aparte hieraan is dat het dus een soort van kussentje is. Ik heb dit al wel eens voorbij zien komen op Instagram. Je hebt hem ook voor de wenkbrauwen. Super, super raar. Ik heb het nog nooit geprobeerd, dus ik ben benieuwd. Ik hoop dat het ook wel lukt, omdat ik nou een beetje van die glossy oogleden heb. Maar ik hoop het wel. Anders ga ik er gewoon eentje afhalen. Nee, weet je wat ik ga doen? Ik ga gewoon gelijk eentje eraf halen. Want dan kan ik tenminste wel goed de eyeliner beoordelen. Als eyeliner kwast gebruik ik mijn Sigma 106 en ik ga er gewoon zo in. Wow, super raar. En dan ga ik gewoon een wing maken. Oh wow, ik zie het al meteen. Hij is echt heel zwart. Nou, ik heb de wing aangebracht. Geweldig! Dit is echt geen grap. Deze is super, super zwart. Het enige wat ik er minder aan vind is dat als je hem aanbrengt, hij best wel snel droog wordt. Dus je moet een beetje snel werken. Op de glossy kant heeft dus die gloss dat weggehaald, waardoor hij niet meteen droog wordt. En toen ging het wat makkelijker. Dus als hij wat minder snel droog zou worden, was hij beter geweest. Maar ondanks dat, echt... Kijk die wings, ze zijn gewoon mooi. Het is gewoon zwart, het is mat. Ja, I like it. Ik raad deze zeker aan. Mensen, deze contour, hij zit er nou ook al eventjes op. Is it just a joke? Nee. En mensen, deze hoor je echt op je gezicht te gebruiken. Want ik weet nu al dat sommige mensen gaan denken van... Oh mijn god, volgens mij moet dat niet op je gezicht. Hij is echt in combinatie met dit ding. Dus hij is ook echt gewoon voor je gezicht. Maar nee, dit werkt echt totaal niet. Het is echt één grote flop. Ik ga eventjes snel een Essence mascara opdoen. Want ik heb ook hele aparte wimpers die ik wil gaan opdoen. Even snel nog een beetje oogschaduw doen op dit oog. Want anders ziet het er allemaal echt niet meer uit. En dan ga ik daar ook weer eventjes overheen met die glossy pen. Ik heb deze magnetische wimpers van Essence en ik heb de dramatische genomen. Dit zijn dus magnetische wimpers, dus je hoeft geen lijm te gebruiken. Je kunt ze gewoon meteen zo aanbrengen, op elkaar doen en dan plakken ze zo aan elkaar vast. En dan heb je gewoon gelijk nep wimpers op. Ik heb al zulke wimpers een keer getest van een ander merk. Ik weet niet meer welke. Die video is al echt van anderhalf jaar geleden of zo. Die vond ik niks, maar ook vooral omdat ze kort waren. Het was maar zo'n halve wimper die ik kon plakken en dan was het in het begin gewoon helemaal niks, want ik heb bijna geen echte wimpers. En toen in die video zei ik al van waren ze maar gewoon helemaal lang en deze zijn volgens mij gewoon helemaal lang, dus mijn gebeden zijn gehoord. En er staat op easy to apply, no glue needed en dat je ze vaker kunt gebruiken. Oké, eerst even mijn wimpers een beetje krullen. Ik moet wel even mijn spiegel naar voren doen, want anders kan ik echt niks zien. Nou, en zo zien de wimpers eruit. Ik hoop dat ze een beetje mooi gaan zijn op mijn ogen. En die moet je dan zo boven aanbrengen en de kleine onder. Nou, ik ben echt zo benieuwd hoe dit zal gaan, jongens. Oké, dan leg ik eerst deze zo op mijn wimpers. En dan doe ik deze eronder ofzo. Oké, eentje zit. Dan ga ik die andere doen hier in het begin. Dit is zo moeilijk. Hij zit echt niet eens vast hier aan het begin van mijn ogen. Oh my god. Hier is het wel goed gelukt, maar in het begin niet. Kijk, hij blijft niet zitten op mijn oog. Oh my god. Die binnenste hoek wil gewoon niet naar binnen.
Oké, nou mensen, ik denk dat als ik gewoon zo kijk, het er best oké uitziet. Maar aan de buitenkant zit hij goed. Maar hier is hij totaal niet aan mijn oog vast. Hij is gewoon helemaal zo omlaag. Dus ja, ik weet niet hoe mensen dit doen. Maar oké. Ik ga die andere doen, want ik heb geen geduld meer hiervoor. Ik leg hem eerst zo op mijn oog. Oké, mensen, dit oog wil gewoon niet lukken, dus ik heb hier gewoon echt geen geduld voor. Plakken gaat voor mij veel makkelijker. Ik moet wel zeggen, deze is soort van gelukt en ik vind hem wel mooi. Dus als dit gewoon een plakwimpel was, had ik hem mooi gevonden. Dus als je hier geduld voor hebt of het al een aantal keer hebt geoefend en het nou wat makkelijker vindt, ik vind ze wel mooi. Dus in die zin raad ik ze wel aan. Heb jij geen geduld hiervoor en heb jij geen moeite met wimpers plakken, zoals ik, blijf dan gewoon plakken. Want dit... is echt een gezeik. Oké, dan gaan we verder met het gezicht. Nou, het contouren was echt een grote faal. Heel mijn gezicht plakt nou. Ik pak even mijn L'Oreal True Match Poeder in de kleur 3D/3W. En daarmee ga ik even over mijn hele gezicht. Want nou plakt mijn gezicht echt veel te veel door die irritante contour. Hier is hij ook helemaal patchy en eraf en zo. Wat een faal, hè? Oké, voor de wangen heb ik iets raars qua blush. Ik heb de Essence Glow To Go Luminous Blush Paper. Dit zijn dus blush papiertjes. Het zijn gewoon letterlijk papiertjes waar een beetje blush op zit of zo. En ja, als je die dan zo aanbrengt, heb je een beetje blush. Dus ik ben benieuwd. Er staat hierop dat je er 30 hebt. Dat is best veel. Dus als je twee wangen hebt, dan één sheet per wang. Of misschien kun je allebei de wangen doen met één sheet. Dan kun je hier best wel lang mee doen. Ik heb hem in de kleur 10 You Make Me Blush. Want je had twee kleuren. En hij is luminous, dus met een glansje. Ik vind dit er, by the way, super cute uitzien. Het is een soort envelopje. En dan hierachter maak je hem zo open. Oh my god, too cute. En dan zitten hier gewoon de papiertjes in. Nou, zo ziet dan één papiertje eruit. Je kunt hem er gewoon uitscheuren. Hij is best wel glanzend en roze. Hij lijkt mij iets te veel te glanzen. Het is gewoon bijna een highlighter. Oh, ik heb hem op mijn hand gedaan. Kijk dit. Hij is gewoon helemaal super glanzend roze. De glans had echt wel iets minder gemogen. Oké, ik ga een beetje aanbrengen op mijn wang. Mensen, dit is gewoon net een highlighter. Oh my god. Dit is echt veel te veel glans. Oh my god, ze hadden het echt wel ietsje matter kunnen doen. En het is echt de bedoeling dat je hem zo aanbrengt, want ik heb het opgezocht. En je moet gewoon letterlijk zo met het papiertje aanbrengen. Je kunt wel echt maar één wang doen per blaadje, want ik zie echt dat het er nou ook echt helemaal af is. Dus ik pak er even nog eentje voor de andere wang. Weet je wat ik ga proberen, want zo is het echt een faal. Ik ga gewoon met mijn blushkwaster overheen zo. En dan ga ik het zo aanbrengen. Misschien is dat mooi. Oh, dan komt er echt bijna niks vanaf. Wel een beetje. Ik vind het wel beter, omdat het dan wat minder heftig is. Maar dit is toch wel echt meer. Nou mensen, hier is het dan voor iets meer close-up. Mijn geweldige make-up look vandaag en mijn geweldige blush. Dit is echt way too much. Oh my god, wie doet dit? En daar nog eens bovenop, body, handen ook echt helemaal vies van de blush. Ik kan denk ik wel zeggen dat deze papiertjes een faal zijn. Oké, we gaan ondanks dit hier alsnog een highlighter aanbrengen. Dus we gaan het allemaal nog heftiger maken. De look van vandaag is gewoon disco ball chic. Als highlighter heb ik de Catrice Gel Highlighter Limited Edition in de kleur Glitterstorm. Oké, dit is dus een gel highlighter van Catrice. Ik heb er al een keer zo eentje getest van Revolution in een hele mooie gouden kleur. Deze is iets meer rozig. Hij voelt zo raar aan. Kijk, op mijn hand is hij ook echt roze. Hij lijkt op de blush, maar dan iets lichter. Hij lijkt wel echt heel heftig hier op mijn hand. Oh mijn god, gecombineerd met deze heftige blush gaat het echt één groot feest worden, jongens. Trek je carnavalskleding maar aan, want we gaan feesten vandaag. Ik vond die van Revolution super, super mooi. Had ik niet verwacht. Ik dacht echt, oh mijn god, dit wordt echt een faal. En nou is er dus ook gewoon eentje van Catrice gewoon te halen bij de Kruidvat. Lekker makkelijk. Dus wat meer toegankelijk voor iedereen. Dus ik ga deze aanbrengen. Ja, oh mijn god, die blush is echt way too much. Wacht, ik ga eerst een beetje die blush er
proberen af te halen. Ik pak gewoon zo een beetje eruit. En dan ga ik een beetje van die highlighter aanbrengen. En dan zo met mijn vinger erin deppen. Oké, omdat het nou gewoon letterlijk samensmelt met die blush, kan ik niet echt zeggen wat ik er nou echt van vind eigenlijk. Wacht, ik ga het aanbrengen bij mijn voorhoofd, want ik doe altijd hier ook een beetje. En ik ga alsnog hier ook nog doen. En ik ga het inblenden met mijn spons, want met mijn vinger lukte het niet echt. Nou, ik heb hem aangebracht op mijn voorhoofd. Is hij super mooi. Op mijn wangen kan ik het nou niet echt super goed zien, omdat hij gewoon te veel inblendt met die blush. Hij glanst echt super, super veel, dus daar moet je wel echt van houden. En de kleur is best wel licht. Dus als je mijn huidskleur hebt of donkerder, gaat hij te licht zijn voor jou? Ben je nou lichter? Dan gaat hij waarschijnlijk heel mooi zijn. Want ik vind hem wel heel mooi. Oké, dan als laatste heb ik 3 producten voor de lippen. Zijn alle 3 een beetje apart. Ik heb hier eerst de Catrice Aqua Ink Lip Liner Ultra Long Lasting. In de kleur 020 Just Follow Your Rose. En wat er zo apart is aan deze lip liner is hoe die eruit ziet. Hij is zo raar rond. Er zijn zo 2 bolletjes op elkaar ofzo. Ik weet niet hoe je hiermee een hele mooie strakke lijn kunt maken. Dus ja, ik was wel benieuwd. De kleur leek mij wel mooi. Het is een beetje roodbruinig. Nou, ik dacht dat ik echt een probleem zou gaan hebben met dit bolletje. Maar op zich valt het mee. Je kunt gewoon een rechte lijn maken. Hij is gewoon even secuur als een normale. Wat ik niet fijn vind is de formule. Hij is heel waterig en penachtig. Dat voelde ik ook al hier op de swatch. En daardoor brengt hij gewoon echt heel patchy aan. Hij brengt gewoon niet mooi aan. Af en toe is hij gewoon een mooie streep, af en toe niet. Het is gewoon echt, ja. Hij is gewoon te patchy. Ik heb hier van Essence de Hello Holo Lipstick in de kleur 01 Holo Madness. En dit is dus een roze slash gouden holographic lipstick. Ik vond hem er heel apart uitzien op de site. Zo ziet hij eruit op mijn hand. Ik heb hem dus hier geswatcht. Hij is echt een beetje roze goud. Dit zou een hele mooie kleur zijn als highlighter. Maar ik weet niet hoe die gaat zijn als lipkleur. Dus ik ga hem gewoon even aanbrengen. Hij ruikt naar snoepjes. En ik hou van snoepjes. Oké, vreselijk. Vreselijk. Wat is dit? Op mijn lippen is hij gewoon goud. Niet eens roze. Hij is echt niet mooi. Hij is niet gepigmenteerd genoeg. Je kunt mijn lippen er echt nog doorheen zien. En deze kleur, wat is dit? Wat een clown look is het vandaag. Dan heb ik ook nog van Essence de Holo Wow Dewy Lip Shine. En deze heb ik in de kleur 02 Butterfly Flap. En dit is dus een holographic lip gloss. Ik hoop dat deze beter is dan de lipstick. Deze is iets meer roze oranje, tenminste in het flesje. Maar op mijn hand is hij meer rozig. Dus ja, ik ben benieuwd hoe die op mijn lippen gaat zijn. Ik denk dan ook een beetje meer rozig. Ik ga wel eerst dit van mijn lippen afhalen, anders kun je het niet goed zien. En dan ga ik gewoon deze aanbrengen. En ook deze ruikt naar snoepjes. Oh my god, zo lekker. Hij smeert ook een beetje als een balmpje. Hij is best wel dikkig op een goede manier. Op mijn lippen is hij heel roze. Ik vind hem wel mooi. Ik vind hem niet slecht. Het is niet per se mijn kleur. Het is best wel rozig en ik ben niet zo van de roze lippen. Maar ik vind hem absoluut niet slecht. Ik ga er even een lipstick onder doen. Ik heb hier een MAC lipstick in de kleur Sweet Mama Star. Deze is in samenwerking met Patrick Star. En dan denk ik dat het wel mooi is als ik deze gloss daarop doe. Ja, kijk. Dit vind ik gewoon mooi. Deze Holo Wow lip ding van Essence vind ik mooi. En deze raad ik gewoon aan. Nou mensen, dit was het al. Mocht je nou deze look willen namaken en posten op je Instagram, vergeet vooral om mij niet erin te taggen, want niemand hoeft te weten dat ik dit heb gemaakt vandaag. Iedereen die hier vandaag voor het eerst is op mijn kanaal, ik maak mij normaal mooier op. Bekijk even mijn andere video's. Niet gelijk nou weggaan en nooit meer terugkomen. Vergeet niet te abonneren. Nou, ik ben toch wel blij dat nog een aantal dingen gewoon mooi waren. Wat ik gewoon echt niks vind is deze blushpapiertjes, deze contour die niks doet. Deze lippencil van Catrice en deze lipstick van Essence, die waren echt niks. Wat ik absoluut zeker goed vind en ook gewoon zeker aanraad is
deze Essence Eyeliner en deze lipgloss. Deze twee ga ik gewoon oprecht vaker gebruiken. En ja, de rest is gewoon oké. Okay. Ja, de glossy pen, als je daarvan houdt, is die super makkelijk. En dit contour stenciltje is ook wel handig als je moeite hebt met hoe je moet contouren en waar je het moet zetten. En de highlighter is ook op zich best mooi voor een lichte huid. Echt alleen voor een lichte huid. Nou, ik hoop dat jullie je weer vooral hebben vermaakt vandaag. En ik zal hier twee video's plaatsen die je ook kunt gaan bekijken. En mijn gezicht om te abonneren. En dan hoop ik jullie hopelijk weer snel te zien bij de volgende video. Doeg!